Goedendag jongens. Wij stapten hier binnen in Renewold bij de Olde Fietsen. Bij Fokke en Maya en de kinderen natuurlijk. En ik heb hier een boer getroffen. Volgens mij is er op Renewold nog nooit een boer geweest die zoveel polen heeft. Fokke, goeiedag. Goeiedag. Hé, hey, hoeveel polen heb je, jongen? 500, 600 polen. 500, 600 polen. Nou, vroeger aan een boer geen 500, 600 polen. Nee. Dus dat is al een record. Ik denk misschien 30, 40. Ja, dan wij een dikke boer rijden, 40 gaan, zeg maar. Ja. Hé, hey, Fokke, vertel eens. Wat is de bedoeling ervan? Ik kan wel raden, maar... Ja, ja, de meeste polen die wordt voor kapot geschieten, hopelijk natuurlijk. Ja. En ik heb ze van allerlei soorten en moorden. Hele mooie, gekoopt met duurden. Sommige mensen die een pullen van 100 euro hebben, maar ik heb ze ook voor 20 euro. Ja, 20 euro, 200 euro, zeg maar, 100 euro. Dan heb je, ik ga erin bij weg, dan kun je waarschijnlijk zo'n mooi tafereeltje of... Dus als nieuw. Ja, die is nieuw, ja, prima. En zo'n bullen kost gewoon 100 euro, zeg maar. Dat zijn best wel een bullen geld, vakken, weet je. Zeg maar 220 gulden. Ja, dat ja. is een bolle geld, jongens. Ja, maar ze winnen niet meer. Nou, dat is inderdaad zo. Ik heb elk jaar worden de bus een hartstikke duur. Ja, nee, dat is ongetwijfeld, jongen. En ik zeg ook niet dat het te duur is, maar ik zeg gewoon, het is toch eigenlijk wel bolle geld van nodig. Maar ja, hij met man of tiende bent, die lappende man tien, die dan je beste pullen. Ja, toch? Maar wat kost vuurwerk? Vuurwerk, ja. Twee tellen misschien de lucht en voor 110 euro een hele dag plezier. Ja, dat klopt. Maar vertel eens even die 10 euro. En dan hoeveel kilo kan je even 10 euro? Ja, 10 euro. We verkopen 4 euro de kilo ongeveer. Oké, okay. 4 euro de kilo? Ongeveer, ja. En hoe lang, dan kun je dan een dag misschien? Oh, met 5 kilo kun je een hele dag schieten. Met 5 kilo kun je een hele dag schieten? Ja. Oké, okay, nou dat is natuurlijk goed nieuws. Ja. Is het ook een beetje milieuvriendelijk of doe je dat niet? Ja, hartstikke, hè? Hartstikke. Ja, kijk wel vaker uit. De kabit is hartstikke milieuvriendelijk. Ja. Nou, mooi hoor. Heb je nog een leuke anekdote, Fokker? Heb je nog een keer wat middenmaakt of zo met hier met een old boer die kwam die een pullen wil kopen of zo? Oh ja, heel vaak. Dan willen mensen één pullen of zo, twee. En dan, we hebben ook wat pullen. Dan komen ze hier een pullen en dan zeggen ze: hé, hey, ik heb ook nog een buurman die pullen hebben. Dan komen ze hier een pullen en bij de buurman koop ik 10 of 20 pullen koop ik door. Ja, want die man die was het niet één voorkomen, maar die was allemaal in één keer voorkomen. Ja, zo, dat wil ik dan eens nog vragen. Hoe kon je aan al die pullen, man? Ja, er komt elke dag mensen en ik heb papieren staan een melkbus te kopen gevraagd. En de ene die heeft één te kopen, en de andere heeft 4 te kopen. En de andere zegt, oh, die boer die heeft nog wat te kopen. Dus dan neem ik adres met en dan bel ik hem op en dan... dan ga je er naar je in de buurt komen. Ja, ja. Want eigenlijk had je dat goed nog, ik dwaal alleen maar af, hè. Ja. Vroeger... had mijn opa had ook zo'n tafereeltje, zeg maar, in Nusto. Ja, dat en dat, nou, dat was toen griezelig modern. Ja, maar ja, dat was toen, Fokker. Ja, maar inderdaad, die bussen, laat farm, dat was toen, in die tijd hadden ze 250 gulden kosten een bussenfarm. Ja, genoeg. En voor groen, of voor groen, voor kurpen, dat kost wel 300-400 gulden in die tijd. Nou, want dan waren ze de laatste bussen van onze halen. Ja. Nou, en de kinderen die willen nog niks meer hebben. Ze zijn alles weg. Weg met die rommel. Dus. Hé, hey, Fokker, maar lustig, vanaf wanneer verkoop je dat spul? Het hele jaar. Dus je kunt bij jou al die kabit kopen? Ik kan bij al die kabit en melkbussen kopen. En dan doe je in principe gewoon kabit voor de lamp, zeg maar. Dat doe ik vroeger ook al die dingen. Ja. Kun je voor de lampen gebruiken, zeg maar, als er stroom op is. Ja. Maar voor de molen ook? Ja, oh, kan ook, ja. Ja. Nou, klinkt goed, jongen. Ja. Hé, hey, ik wens je er veel succes mee, Fokker. Ja. En ik bedank je voor dit mooie interview. Hartstikke bedankt. Goed zo.